Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij staan in de Big Bazaar. We kregen al eerder de tips dat er nieuw vuurwerk lag in de Big Bazaar. Nou waren we op zoek naar de Volcano's. Maar zo ver we kunnen zien we ze er niet bij zitten. Wat we wel hebben, de grondbloemen, 50 stuks. Nieuwe verpakking. Voor 3 euro. Luchthuiders hebben ze ook, 2 euro per pakje. Ik heb nog nooit, moet ik heel eerlijk zeggen, luchthuiders gezien bij de Big Bazaar. Nee, nooit hè. Dus die halen we gelijk. En wat ook zo is, is dat deze fakkels, die heb ik nog niet eerder gezien bij de Big Bazaar. Maar of ze nieuw zijn? Hé, hey, trouwens zijn dit niet van de Lidl. Kijk naar de verpakking. Ja, is dat Weco? Dit is 100% Lidl. Ja, Weco, man. Ja, dit is Lidl. Nou, in ieder geval, dus je hebt grondbloemen, luchthuilers en hele rare verpakkingen met knetterballen. Met kreppapier. Namelijk deze. Heel vreemd. Die hadden ze al voor mij. Ik weet niet inderdaad of ze die al hadden, maar laten we die er gewoon bij doen. Hey, simkaart hè? Pilly crackers hadden we ook. Nee, weet het niet. Pilly crackers liggen er ook. 2,50 is niks. Nee, oké. Okay. Nou ja, die doen we er dan niet bij. Ik ben een beetje pilly cracker moe. We hebben toch namelijk wat knetterballen. Laten we deze maar gewoon meenemen. Yes. Misschien nog één pakje luchthuilers erbij. Zo, ja, sowieso lachen. Dit is eentje open. Kunnen we ook vergelijken met die van Leslie, hè? Ja, of die van Funke. Nee. Oh nee, toch niet. Grondbloemetjes, knetterballen en de luchthuilers. Yes. Van de Big Bazaar. Het lag er net nog helemaal vol in de schappen. En volgens mij heeft de Big Bazaar veel op voorraad. Dus dat is mooi. Vooral in deze tijd met het vuurwerkverbod natuurlijk. Is het zometeen echt zaak om je categorie 1 vuurwerk in huis te slaan. Anders heb je natuurlijk niks wat legaal mag met oud en nieuw. Dus het categorie 1 vuurwerk is gewoon echt een must om in huis te halen. Ik zeg je eerlijk, ik heb dit nog niet getest. Ligt er wel al een paar dagen, maar we waren er niet aan toegekomen, ook door de Lidl en zo. Laten we maar beginnen met de luchthuilers. Aangezien we de afgelopen tijd heel veel Funke luchthuilers hebben afgestoken. Zo, niet normaal gek. Denk ik niet dat deze ons heel erg gaat verbazen. Heb jij een aansteker? Zo. Duitse troepgek. Hey! Zo, gast. Wat is dat dan, man? Ja, stil vuurwerk. Ja, dit is vuurwerk van de toekomst. Luchthuiler werd no report. Nou, de eerste is al gefaald. Tegenvallers. Dat zeg ik nu al. Niet luchthuilers, maar tegenvallers. Ja, kijk, en dit is dan weer een heel kort lontje. Heel zacht, hè? Is dit überhaupt wel een luchthuiler, gast? Ja, een heel klein huiler. Zo dan. Zo. Die sfeer. Lekker sfeertje, man. December. Hier gaan we even een hexenkring van maken. Zo dan. Zo. Klaar voor? Yes. Ik vind ze tegenvallen, man. Toch wel? Dus, hier hebben we ook nog knetterballen van de Big Bazaar. Ik ben benieuwd. Oh, die zijn groot inderdaad, man. Dat lijkt op die... Kreppapier. Die rookballetjes van Zena. Ja, echt, hè? Wat zit hier dan in? Ook een pilly cracker? Nou, we gaan even testen. Hoppa. Goed. Zijn die knetterballetjes hier? Balletjes opengepleurd. Wel een gek geluidje, hè? Een pieuw pieuw. Ja. Hey, dit waren inderdaad vroeger de rookballetjes. Hey, dit zijn geen knutters te noemen, man. Hoe duur waren deze? 3 euro voor 25? Ja, rook blijft wel lekker hangen. Meer vuur dan knetter. Hoppa. Nee, wij kennen winkels waar je beter kat 1 kan kopen. Dat is één ding wat zeker is. Althans, die was wel weer wel beter.
Ik vind de lontjes ook heel slecht. Het vuurwerk is gewoon slecht. Voor mij is Kat 1 van de Intratuin het beste, man. Althans, vuurwerkbunker. Ja, de meeste diversiteit ook, hè? Ja. Echt, fonteinen hebben ze niet, dat is jammer. Ja, die vulkano's, daar was ik benieuwd naar. Oh, je hebt het fakkel toch? Nee, ook niet. Hoppa. Nou. Hier hebben we de grondbloemen, die in een heel bijzonder pakketje zitten. Echt een nieuwe verpakking, die heb ik nog nooit zo gezien. Ook van Weco. Ja, zeker? Ja, weet ik bijna zeker. Alleen het staat er niet op. Maar hetzelfde lettertype. Nee, het staat er niet op. Staat hierop. Maar wij hebben recent... Nee, ook niet. We hebben recent namelijk grondbloemen van de Blokker gehad. Yes. En vond ik die wel goed. Waren echt van die grotere grondbloemen. Deze zijn dan weer iets kleiner. Zo dan. Man. Zie je? Minietjes. Ja, en moet je opletten dat deze niet goed tollen. Maar dat weet je niet, hè? Ja, we zullen het zien. Maar... Ja, ze tollen ook wel goed, maar ik vind die andere, ik weet niet. Gaan even lang. Zoals die van vroeger. Jammer dat ze niet knetteren. Ja. Zo meteen met heel dat doosje doen. Ja. Op zich is het wel lekker zo, toch? Ja, zweertje erbij en rook. Dit is niet echt duur. 2,50 voor 50 stuks. Ja, dat is niks. Nee, dat is wel goedkoop. Nou, dan gaan we even alles tegelijk doen. Even een paar bewaren. Ja? Zie. Zo dan. Zo dan. Hey, dat is wel een ziek beeld, hè? Maar eerlijk is eerlijk, die schoten beter weg dan die van de Blokker. Die bleef echt in. Ja, maar dat zeg ik ook. Dat zijn goede dingen. Die is even langer, jongen. Zo. Grondscheetjes. Zo dan. Zo dan. Ik wacht op. Zo dan. Leek alsof hij in het water zat. Ja, hè? Hij is zijn ei aan het zoeken. Dit was weer de video van het nieuwe vuurwerk van de Big Bazaar, jongens. Als je het aan mij vraagt, het vuurwerk slaat eigenlijk nergens op. Die luchthuilers zijn minder dan die van Leslie. En al helemaal minder dan die van Foenke. Knetterballen zijn wat minder. En die grondbloemen zijn dan wel weer daarentegen goed. €2,50 voor 50 stuks. Maar we moeten maar even zien aan het einde van het jaar hoeveel winkels nog Kat 1 vuurwerk op voorraad hebben. Allemaal vanwege het vuurwerkverbod natuurlijk. Daarom gaan we de winkels voor jullie af om te laten zien wat we hebben liggen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Morgen gewoon weer een video om 4 uur. En binnenkort meer stookvideo's. En ook in het buitenland.